Nou, Hans kwam op het idee en ik had met Anja Hamberg, Anja Pot. En die komt uit Goren, die is getrouwd met de tandarts uit Goren. Die was ik toevallig op de social media. Nou ja, kijk hoe geweldig dat is. Kwam ik haar tegen. En toen hadden we echt een chat met elkaar. Zo van, god, hoe is het met jou en hoe is het met jou? En zo een heleboel achter elkaar. En toen hadden we al gezegd van, nou, wel leuk om een keer een reunie te houden. Nou, toen kwam Hans ook met het idee. En 1 en 1 is 2. Nog speciale herinneringen aan leerlingen of aan collega's? Nou, nu ik hier rondloop, moet ik zeggen dat me dat ontzettend tegenvalt, want ik ken praktisch niemand meer. Die oud-leerlingen die hier in de buurt wonen en je nog wel eens gezien hebt, die herken je dan. Maar al die anderen, die heb ik ruim 50 jaar niet gezien. Hoe was het weerzien met Jenny Hemmink? Afgezien van dat ze een hele goede vriendin was toen. En was ze iemand die veel voor me betekende. Ik kon toch best wat aan haar vertellen, eens een keer, wat kwijt. En daarbij woonde ze dan ook op RVP-zie en het was een open huis. Voor iedereen die graag hier kwam. En graag... Voor een feestje, denk ik? Nou, meer dan één. Ik kan me tenminste ook nog herinneren dat we hier een klasavond hebben gehouden. En ook al heel lang geleden dat er Jan trouwde. Fanny's, Jenny's broer. En ja, daar waren we ook bij uitgenodigd. En het was een dolle pret, laten we maar zo zeggen. Ja. Wat is de leukste herinnering nou aan die klas? De leukste herinnering aan de klas was voor mij dat we eindexamen deden. Kees Otte, wat was puntje rood? Wat zeg je? Wat was puntje rood? Ah, dat was een stamkroeg. Waar wij best veel pokerden. En ook om de schooltijd. Ja, dat was veel leuker dan op school zitten. Tot het moment dat de heer Straatsma een keer kwam. En die deed alleen maar dit. En zei van, en nu naar school. Ja, toen was het eigenlijk wel afgelopen, dat puntje rood gedoe. Nee, ik was toen erg gek op een leerling uit mijn klas. Nee, ik bedoel dus een medeklasgenoot die hier ook is. En daar was... We zullen haar even opzoeken, hè? Verliefd op. En ik kon toen echt niet meer zomaar de klas in. En ik ging naar Puntje Rood. En daar zat Kees. En die begon me uit te horen van hoe is het nou? En is het al wat? En wat doen jullie dan? Ik dacht, nou, dat gaat te ver. Dat ga ik allemaal niet vertellen. En dat was eigenlijk een herinnering die ik nog altijd koester. We hebben 5 jaar bij elkaar in de klas gezeten. Want het is dan de ouderwetse kweekschool. En dat was met de hoofdakte. En ja, volgens Hans was het 1971 dat het afgelopen was. Ik dacht 70, maar het kan 71 geweest zijn. Dus zo lang. Het is echt 50 jaar geleden.